Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe reactievideo hier op mijn kanaal. Ik ben Melvin, het is vandaag weer maandag 8 uur en dat betekent maar één ding. Ik ga weer op jullie reacties reageren van vorige week. De aflevering van vorige week is overigens ook weer heel goed ontvangen, dus dank jullie wel er allemaal voor. Vind ik altijd super leuk om te zien. We hebben ook weer een heleboel reacties die we gaan behandelen. Er waren ook een heleboel reacties achtergelaten. En ja, laten we maar gewoon beginnen met reactie nummer 1. Melvin, waar doe je langer over? Opnemen of editen? Ik zelf doe langer over editen dan opnemen. En ik denk dat het voor zowat iedere YouTuber geldt. Behalve als je niet knipt in je video's. Maar ik knip eigenlijk een heleboel. En daarom ben ik eigenlijk altijd wel langer bezig met editen, ja. En sowieso ook de stukjes die ik er soms tussen doe. Moet je weer zoeken naar muziek en al die dingetjes. Komt er allemaal ook bekijken. Dus editen ben ik langer mee bezig. Ik weet nog iets dat jij en Shania gemeen hebben. Jullie zijn allebei een vrouw. Nee. Wat is de leukste fanart die je hebt gekregen? Kan van alles zijn. Ik heb behoorlijk wat fanart gekregen en ik waardeer al het fanart evenveel. En ik vind het super awesome dat mensen daar gewoon tijd in steken. Maar als er één ding is dat ik moet uitzoeken, is het niet dusdanig fanart. Maar het is wel iets dat door een fan is gemaakt. En dat is dit ding, ja. Voor de mensen die niet weten waar deze vandaan komt. Dit is de persoon die de tickets heeft gewonnen voor de Dutch YouTube Gathering voorgaande jaar. En die had deze toen gemaakt en die heb ik toen van haar gekregen. En het is als het ware in glas gegraveerd mijn logo. Ik vond het zo origineel. Ik vond het echt heel erg leuk. Dus dankjewel er nog steeds voor. Ik heb hem naast mijn bed staan. En ja, ik vind het een leuk ding wat ik heb gekregen. En het is gewoon ook goed gelukt. Ja, dus dit is toch wel een van de bijzonderste dingen die ik heb gekregen. Melvin, jij bent echt goed in Gmod proppen bij Jeremy. Ik weet het. Ik ben echt super, super slecht. Ja, echt waar. Alsjeblieft niet die video op zijn kanaal. Dat gun ik hem niet. Het is gewoon... Ik ben zo slecht. Vind jij Don een smikkelbeer? En of ik Don een smikkelbeer vind... Oké, sorry. Als je een dag een dier mocht zijn, welke dag zou dat dan zijn? Ik weet het. Vrijdag. Wat zal je liever altijd eten? Kipkorn of frikandel? Like zodat Melvin het ziet. Er was één persoon dat heel gul was om te zeggen van hier neem een like zodat Melvin het ziet. En ik heb hem gezien hoor, de reactie. En hier komt nu het antwoord. En voor het antwoord heb ik even een speciaal iets nodig. Ik weet eigenlijk niet wat voor speciaal iets, dus we gaan het zonder het speciaal iets doen. Ik kies voor de kipkorn. Ja, ik ben meer van de kipkorn dan de frikandel. Ja, zo simpel is het. Ja, dat was een heel lang antwoord voor een hele korte... Ja. Praat Swahili's. Habari batuna kuwakari bisha. Niyuma kwa video mipa. Mimi ni Melvin na mimi kuwa shukurab kwa blue gumba up. Doe aip Counter-Strike. Oké, mensen, ik zit hier in een potje Team Deathmatch. Ik ben al één keer dood gegaan, want ja, dat ging weer zo dom. Ik was bezig, man, dan was het helemaal kut. Maar ik zal eens kijken of ik een beetje kan gaan spelen voor jullie. Of ik het een beetje goed kan doen. Ik ben niet de meest beste speler, dus ja. Let's do this, jongens. We gaan Team Deathmatch doen. Ik laat wat hoogtepunten zien. En dan kunnen jullie zeggen van Melvin, je bent slecht. Melvin, je bent goed. Ja. Dat vind ik een goed, eerlijk idee. Dat doen we gewoon. Dat waren twee heerlijke kills. Dan loopt nog één. Jij bent ook dood. Hupsakee. Nog één. Wat doe je daar nou dan? Oh, wow. Dat ging even niet volgens plan. Oké, nou alsnog. We zijn lekker bezig. We zijn heerlijk op gang. Hier, het gaat dood. Yo. Oké, twee op mid. Ja, oho! Die triple spray. Heerlijk, jongens. Zulke momentum die in bed met zijn toch heerlijk om te hebben. Hier, deze ook dood. Ik ga wel lekker, hoor. Je kan een boel zeggen, maar ik ga lekker. Laten we trouwens even dit doen. Dat is een sneaky trucje. Dan lief je opeens. Maar mensen, ik denk dat jullie nu wel genoeg hebben gezien. Nog even hem doden. Oh, of niet. Killsteal ook goed. Ik wil nog even een paar kills en dan ga ik er vandoor. Ja. 1. Oh, kut, wapen leeg! Nou ja, dat was mijn CSGO-avontuur. Bedankt voor het kijken, blauw duimpje omhoog. Doei, we gaan nu verder. Ja. Melvin, hoe kom je aan al die zieke muziek?
Hey, zieke muziek, kan ik storen? Oké, gelukkig. Hoe gaat het met je? Ik had namelijk weer wat muziek nodig en ik weet, ik ken jou, maar helaas ben je ziek, dus kan je me helpen? Drink water door je neus. Met een rietje is makkelijker. Wat nou als ik jou zeg dat ik het niet met een rietje ga doen, maar met een flesje? Oké, we gaan dus nu zo. Hup, zie hij. En dan doen we. Oh. Go! Zo, dat proef. Yo! Ik heb het wel binnen, maar. Yo, oké. Dat gaan we niet nog een keer doen. Stop. Oh, mijn god. En dit was dan alweer de reactievideo voor vandaag. Heb jij genoten? Druk op dat blauwe duimpje omhoog. Laat de reactie achter hier beneden in de comment section. En wie weet, beantwoord ik hem volgende week. Abonneer. En dan heb ik nog een reden tegen jullie te zeggen. En dat is, doei mensen!